Vanaf 2017 krijgt Nijmegen hoogwaardig openbaar vervoer, HOV. Maar wat wordt het, een tram of een HOV-bus? Groengas wordt gemaakt van groente, fruit en tuinafval. We kunnen groengas zelf maken en de stroom GFT-afval is oneindig. Dus gaan we in Nijmegen steeds meer op groengas rijden. Als u denkt dat burgemeester en wethouders alleen op het stadhuis werken, dan heeft u het mis. Tijdens de grootste vrijwilligerswerkactie NL Doet staken ze de handen uit de mouwen in woonzorgcentrum De Doekenborg. Welkom bij Mijn Nijmegen TV. Nijmegen is volop in ontwikkeling. Het aantal vervoersbewegingen van en naar de stad neemt de laatste jaren continu toe. Hierdoor staat de bereikbaarheid van de stad onder druk. Om daar verandering in te brengen, zet de gemeente Nijmegen samen met de stadsregio Arnhem-Nijmegen in op verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De introductie van hoogwaardig openbaar vervoer, kortweg HOV, is daarvan een logisch gevolg. Een klein jaar geleden ging het project HOV Nijmegen van start. Sindsdien zocht de gemeente naar de optimale HOV-route tussen knooppunt Ressen en campus Heijendaal en het beste vervoermiddel. Wordt het een tram of een HOV-bus? Wat het college heeft besloten nu is het tracé waarlangs we HOV willen realiseren. En dat HOV is in eerste instantie bus en later kun je op hetzelfde tracé dan de tram realiseren. Dus waar de besluitvorming nu over gaat en waar mensen op kunnen reageren is de keuze van het tracé. Vanaf knooppunt Ressen rijdt de HOV-bus en straks ook de tram over de Griftdijk. Voor de HOV-bus blijft ook het huidige tracé van de Rijn-Waalsprinter over de Prins Mauritsingel gehandhaafd. De bus rijdt via de Waalbrug, de Burgstraat en plein 1944 naar station Nijmegen. Daar vandaan volgt de bus de route door de spoorkuil richting station Heijendaal. Tot slot rijdt de bus het rondje Heijendaal om vervolgens dezelfde route in omgekeerde volgorde af te leggen. Nou, in feite hebben we nu al een HOV-bus van Breng rijdt, maar er zijn een aantal knelpunten op die route. En dat betekent dus dat we daar nog maatregelen moeten nemen om de infrastructuur, want dat is HOV, helemaal vrijliggend te maken. Hier hebben we een ander probleem, namelijk de markt die hier twee keer in de week is. En dat je dus afspraken moet maken over hoe doen we dat dan. Bereikbaarheid van Nijmegen is belangrijk. En we hebben in onze beleidsnota gezegd, er zijn drie manieren waarop je naar de stad kunt komen. Met de auto, met de fiets of met het openbaar vervoer. Maar wil je die keus kunnen maken, dan moet ze even goed van kwaliteit zijn. Nou, om een goed alternatief te nemen voor de auto, is de bus dat voor heel veel mensen onvoldoende. Maar met de tram weten we zeker dat dat wel lukt. Alleen moeten we realistisch zijn, er moet wel genoeg passagiers zijn. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de nota voorkeursbeslissing die het college onlangs vaststelde. In de nota die net voor de zomer aan de raad wordt aangeboden, wordt voorgesteld om in eerste instantie te kiezen voor een HOV-bus die vanaf 2017 moet gaan rijden. Een tram is later aan de orde. Kijk, als je een tram wil aanleggen, en dat zouden we graag willen na 2020, want eerder is er onvoldoende passagiers, dan heb je daar paar honderd miljoen voor nodig. Dat geld heeft de gemeente Nijmegen niet. Dat moet altijd van derden komen. Dus dat is het Rijk, de provincie, stadsregio en meestal zo'n 5-10% van het totaal van de gemeente. Nou, om dat geld van het Rijk te krijgen, moet je een procedure in. Dan moet je dus laten zien dat datgene wat je bedacht hebt, dat het ook de beste route is. Nou, kijk, wat we nu doen is het tracé vastleggen, de infrastructuur aanpassen, dus alle maatregelen nemen om zoveel mogelijk vrijliggende infrastructuur te krijgen, zodat daar de bus op kan rijden, van hoge kwaliteit. Daarmee hebben we dus al een enorme verbetering van de bereikbaarheid van de stad, vanuit het zuiden, vanuit het noorden. En dan is die infrastructuur ook zo, daar gooien we geen geld weg, hè, dat als we straks dan een tram kunnen financieren, dat die dan op dat tracé kan zonder dat we weer de willeboel overnieuw moeten doen. Naast technisch onderzoek heeft de gemeente in het voorbije jaar ook inwoners en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de HOV-plannen. De nota voorkeursbeslissing is vrijgegeven voor inspraak tot en met 10 april. De notitie is te raadplegen op www.nijmegen.nl/hov. Er zijn in de stadsregio nu 3 tankstations voor aardgas. Aan de Industrieweg en op het bedrijventerrein Bijsterhuizen en in Arnhem langs de Pleiroute. Eind 2013 moeten dat er 8 zijn. Nijmegen wil graag dat we overstappen op schonere brandstoffen en op duurzamere brandstoffen. En dan kun je beginnen met aardgas. Aardgas is schoner dan diesel en benzine.
Dat zie je ook nu terug in het centrum. Al onze 75 bussen die rijden tegenwoordig op aardgas. En je ziet dat luchtkwaliteit in het centrum aanmerkelijk is verbeterd. Maar ja, aardgas is nog steeds een fossiele brandstof. En daar wil je eigenlijk ook vanaf. Je wilt toe naar duurzamere brandstoffen. En dat kan met groen gas. En groen gas wordt gemaakt van allerlei afvalstromen zoals GFT, groente, fruit en tuinafval. En dat kun je dus ook maken in de eigen regio. Dus je kunt je eigen brandstof produceren in de regio, in je eigen stad. En dan ben je niet meer afhankelijk van die fossiele brandstoffen. Ben je niet meer afhankelijk van Poetin met zijn gas. Hè, en ook niet meer afhankelijk van de olie van die oliesheiks in Saoedi-Arabië. We kunnen het dus zelf maken. De gemeente Nijmegen tankt hier groen gas, gemaakt uit GFT-afval. Groen gas wordt op meerdere plaatsen geproduceerd, in het leidingnetwerk ingebracht en volgens hier getankt. We zijn erg blij met de keuze van de gemeente Nijmegen voor deze zeer voordelige en duurzame brandstof. Het certificaat wat wij aan Jan van der Meer gaan overhandigen garandeert dat de gemeente groen gas tankt en dat Nijmegen heeft gekozen voor schone en duurzaam vervoer. Groen gas is eigenlijk oneindig. Oneindig zoals wind, zon. Planten nemen CO2 op, die maken daarvan zuurstof. En als je de planten snoeit of je hebt GFT, dan kun je dat vergisten. Daar ontstaat methaan uit, daar kun je op rijden. En vervolgens stoot je weer CO2 uit. Maar dat is een kringloop van een jaar ongeveer. De ARN, onze afvalverbranding, die gaat binnenkort ook GFT vergisten. En met dat gas wat daaruit vrijkomt, daar gaan we de bussen mee bedienen. Want de bussen gaan vanaf 1 januari 2013 allemaal in de hele stadsregio rijden op groen gas. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, hiermee gaat de gemeente Nijmegen met al hun auto's. We hebben iets van 43 auto's die inmiddels op groen gas rijden. Hiermee gaan we niet alleen hier tanken, maar ook bij bijsterhuizen. En ik hoop dat veel bedrijven en burgers het voorbeeld gaan volgen. Dat ze een auto kopen op aardgas waarmee ze ook groen gas kunnen tanken. De provincie stimuleert het rijden op aardgas met €3000 subsidie bij aanschaf van een auto die op aardgas rijdt. Op 16 en 17 maart organiseerde het Oranje Fonds in heel Nederland de grootste vrijwilligerswerkactie van het jaar, NL Doet. Ook de burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen deden mee. Ze waren samen met de gemeentesecretaris aan de slag gegaan bij zorgcentrum De Doekenborg. De binnentuin en het terras werden opgeknapt, zodat de bewoners daar kunnen genieten van het lentezonnetje. Het college had als presentje voor de ouderen nieuwe plantjes meegebracht. Kijk, vrijwilligerswerk, dat is de smeerolie van de samenleving. En allemaal, als je met z'n allen een handje uitsteekt, dan ben je sneller klaar en kun je gewoon ook een paar goede klussen doen. En hoeven niet al die vrijwilligers die al gewoon door de week hier elke dag zijn, dit ook nog te doen. En ik ga vandaag hier een lantaarnpaal schoonmaken en schilderen. We willen dit jaar iets voor de bewoners doen, waar we ook iets feitelijks aan hebben, waar we iets aan overhouden. Het terras had een goede opknapbeurt nodig, daar zijn we vorig jaar al mee begonnen tijdens NL Doet. Was nog niet helemaal af en we gaan dit jaar verder. En dan belt de gemeente, want de gemeente moet ook vrijwilligerswerk doen. En zij wilden komen met wethouders en burgemeester. De bewoners van woonzorgcentrum De Doekenborg konden aanschuiven bij een bijzonder lenteontbijt, terwijl ze toekeken hoe de collegeleden hard aan het werk waren in hun tuin. Wat wij willen laten zien is, jongens, doe dat allemaal. Hè? Het kost geen moeite om een paar uurtjes op zaterdag eens ergens iets te doen. En hier deze binnentuin een beetje op orde maken. Hè? Een beetje schoonmaken, een bankje in elkaar zetten, is prima. Hè? Maar we willen vooral het goede voorbeeld geven. En dus niet alleen met woorden, maar ook met de handjes. Je zou je moeten voorstellen wat er gebeurt als op dit moment alle vrijwilligers in Nederland zouden zeggen, ik gooi de pannen erop jongens, het is weer goed, ik ga lekker fietsen. Dan gaat die hele samenleving beginnen te wiebelen. 39% van de Nijmegenaren zegt aan vrijwilligerswerk te doen. Meer dan 60.000 Nijmegenaren steekt, net als het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders, de handen uit de mouwen. Dat is fors meer dan de 40.000 van 5 jaar geleden. Thank you.
allemaal tot die zeggen die het bedoelt. Op maandag 19 maart zijn de werkzaamheden gestart voor de reconstructie van de energieweg als toegangsweg voor de nieuwe stadsbrug te Oversteek. Tijdens de werkzaamheden rijden fietsers ter hoogte van de Ambachtsweg op de rijbaan en is er voor auto's per rijrichting één strook beschikbaar. De rotonde wordt medio mei opgeleverd. In verband met de route voor het bouwverkeer richting de nieuwe stadsbrug wordt de Oosterhoutse dijk tussen de Groene Straat en de Zaligerstraat afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Griftdijk Noord. Tot 10 augustus 2012 wordt in verband met de nieuwe stadsbrug gewerkt aan een deel van de Wurtsweg. Het wegdeel tussen de Mercuriusstraat en de Koopvaardijweg is afgesloten. Het vervoer wordt omgeleid via de Mercuriusstraat en de Kanaalstraat. Tot en met juli 2012 is de Van Schaik-Matonsingel afgesloten voor al het verkeer. De omleiding wordt aangegeven met borden en loopt via de Van Aldebarneveltstraat en de Graafseweg. Afsluiting is nodig in verband met de bouw van de nieuwe parkeergarage. De gemeente werkt zoveel mogelijk op afspraak. U kunt 's middags op afspraak terecht in de stadswinkel, maar 's ochtends kunt u wel gewoon binnenlopen. U kunt voor beide locaties een afspraak maken via de digitale balie op www.nijmegen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14024. Als u zaken heeft lopen bij de gemeente, kunt u de status daarvan volgen via Mijn Nijmegen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Hier vindt u informatie over uw buurt, uw persoonsgegevens, zoals die bekend zijn bij de gemeente, uw huis, uw wijk, de vervaldatum van uw paspoort en de voortgang van uw aanvragen en meldingen bij de gemeente. Om in te loggen op deze pagina heeft u uw DigiD-code nodig.